Goed. Hoe is het met jouw selectie, met name Lex Immers, Ronald, voor uh, van de zondag? Nou, Lex heeft uh, getraind zonder problemen vandaag. Hij nou, is uh, snel gegaan. Ja, is uh, afgelopen weekend weer eens gebleken hoe belangrijk hij is voor dit elftal? Nou ja, het zijn altijd uh, spelers uh, in een elftal die, uh, die opvallen. En daardoor, als ze er een keer niet bij zijn, dan. Uh, ja, dan uh, is dat uh, te zien? Er zijn natuurlijk altijd spelers binnen een elftal die uh, ja, heel veel werk verzetten en, uh, en een bepaalde functie binnen een elftal hebben of binnen een middenveld hebben, zoals Lex dat heeft. Nou, als hij er niet bij is, dan, uh, dan merk je het verschil pas. En, uh, ja. en dat hebben we wel gezien. En, en niet om uh, kritiek aan anderen te leveren, maar er ontstond vaak een beeld van uh, dat hij wel heel kritisch uh, gevolgd werd. Want, ja, hij uh, miste wat kansen. Maar hij uh, heeft een dermate belangrijke rol uh, binnen, binnen het elftal dat het, dat het belangrijk is als hij, als hij fit is. Betekent die rol ook, dat heb ik van andere mensen binnen de club begrepen, dat hij ook voorop gaat als er bijvoorbeeld niet getraind hoeft te worden? Dat hij dan extra inzet toont en dat dat belangrijk is voor de beeldvorming bij jonge jongens bijvoorbeeld? Ja, dat, dat, dat klopt ook wel. Maar ik vind sowieso wel dat wij. Uh, een selectie in spelers hebben die, die ook buiten de trainingen om. Eh, programma's hebben, die blijven regelmatig ook eh, zeg maar momenten zoals nu op andere dagen in de week, dat ze ook gewoon smiddags nog eh, extra trainen. En, eh, dus dat is niet speciaal lex of één of, of twee anderen. Het, het, grotendeels is de groep eh, daar wel van overtuigd dat ze, dat ze veel moeten doen om, om, om beter te worden, zowel eh, fysiek als, als technisch. Weet je al zeker of je hem nu hij goed heeft getraind en mee heeft kunnen trainen ook gaat gebruiken zonder? Is dat logisch dat je hem gewoon weer opstelt dan? Nou, één is, is, is hij maar uh, ja, alles bij elkaar twee weken. Dus dat is redelijk kort. Uh, vraag is alleen uh, of hij klaar is op basis van één of twee trainingen. Vandaag heeft hij getraind, we moeten afwachten hoe hij er morgen uitkomt. en, en dan moet ik een beslissing nemen of, hij, uh, of we dat doen met Lex ja of nee. Wat maakt RKC tot een lastige tegenstander? Is het überhaupt een lastige tegenstander, vind jij? Ik denk dat voor iedereen op dit moment iedere wedstrijd uh, lastig is. Want je uh, komt steeds dichter bij het moment dat als je niet wint... dat dat definitief uh, consequenties uh, met zich meebrengt. En dat geldt voor ons, dat geldt voor Vitesse. Uh, dat geldt eigenlijk voor Ajax uh, en PSV uh, ook. Dus ja, dan... Uh, is dat moeilijk? En de tegenstander is, is moeilijk bespeelbaar, speelt 4-4-2. Klein veldje, het veld is niet uh, goed wat ik uh, laatst zag uh, rondom, rondom de wedstrijd van Jonge Oranje. Dus ja, en plus het feit wat ik ook las en waar ik wel aardig van op de hoogte was, dat we, dacht ik, 15 van de 18-19 overwinningen maar één koolverschil uh, behaald hebben. Nou ja, dat, dat geeft wel aan dat ieder wedstrijd voor ons moeilijk is. Is en blijft het bijzonder om tegen een club te spelen waar je broer hoofdtrainer is? Of ben je dat station gepasseerd? Nee, dat blijft bijzonder. Ja. Ik had hem vanochtend aan de lijn. Uh, ja, dan praat je over alles en nog wat behalve over zondag. Ja, mooi ja Dat standen. is wel gek eigenlijk, want we praten altijd over voetbal. En dan doe je het ineens uh, niet voor zondag, omdat ja, uh, we laten elkaar uh, ook in dat opzicht dan met rust. En, maar het blijft bijzonder. Ja, dat. Uh, zo is het wel. Is er sprake van een precieze strijd tussen twee broers ook op zondag? Naast de sportieve belangen van twee clubs? Nou ja, ik win graag van iedereen. En uh, ja, ook graag van Erwin. En uh, ja, gelukkig is me dat altijd, uh, bijna altijd gelukt. Maar ja, hoe dichter het moment komt dat het uh, eens een keer niet lukt, dat, uh, dat weet je ook. En uh, zij hebben de punten nodig, wij hebben de punten nodig. Dus ja, cadeautjes uh, is geen plaats voor. Is jouw visie, als jullie daar zelf hebben gepresteerd, vooral op half vijf Eindhoven gericht zondagmiddag, PSV tegen Ajax? Nou, natuurlijk is, is ook in deze week, en dan zie je overal natuurlijk dat die wedstrijd eruit springt. Uh, dat is logisch, want dat is uh, nummer één en nummer 2. Uh, maar ja, wat is het beste voor ons? Uh, het beste voor ons is dat we zelf winnen. En dan is ieder resultaat is gunstig voor ons. Want, uh, of één verliespunten. Of, of alle twee verliezen ze punten. Nou, dat is alleen maar interessant als je het zelf wint, Dus het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Nog één vraag. Ik heb net uitgebreid met Ronald Graafland gesproken, waarover wij een reportage maken. Er wordt vaak gezegd dat hij belangrijk is binnen de groep, hè? binnen jullie elftal, binnen jullie selectie. Kun je dat nader toelichten? Waarom is hij belangrijk? Nou, omdat hij zijn rol accepteert en daar op een goede manier mee omgaat. Hij is natuurlijk de derde keeper. Maar hij zit wel op de bank. Want dat is de blessure die we wel hebben met Costas. Die heeft wat knieklachten en zal niet kunnen bij de groep kunnen zijn zondag. Dus hij neemt genoegen met een bepaalde positie. En in die positie is hij aanwezig in de groep, omdat het een van de oudere jongens is. Ja, nog een beetje, ik zeg wel eens tegen hem. Nog een beetje zoals ik ook denk. En een beetje de oude stempel ook qua humor. Nou, en dat is gewoon heel erg belangrijk in de groep. En uh, ja, dat, dat, dat ook richting jonge jongens heeft hij uh, zijn inbreng. En daar willen we graag mee verder. En uh, dat is ook besproken met hem. En daar krijgt hij uh, een aantal dagen de tijd voor om, uh, om daar een akkoord aan, aan over te geven. Hij wil graag, zei hij net. Ja, maar dat is van twee kanten. Uh, is een perfecte jongen. In deze positie en uh, met ervaring, dus als er uh, een moment wel een beroep op hem uh, gedaan moet worden, dan uh, zal hij daar niet zenuwachtig van worden.